de stad aantrekkelijk houden. Dus je hebt de stad heb je open gegooid. Nou, in de beginjaren van internet. En ik hoor dat nog mensen zeggen, die wilden dus wel een soort web maken voor het centrum. Dus een soort webwinkelcentrum, maar dan bijvoorbeeld voor het centrum van Hulst of een ander centrum. Maar die zeiden dan van ja, we moeten dat eigenlijk wel een soort firewall omheen zetten. Niet iedereen moet daar natuurlijk zomaar van gebruik kunnen maken. Ik heb dat nooit begrepen, want op dit moment concurreer je met de hele wereld in principe. Hè? En ook als ondernemer hier, nou, je moet natuurlijk een keuze maken, wat, tot hoever ga ik met internet, maar je weet dat jouw buurman, buurvrouw, consument, dat die voor een deel nu en zeker in de toekomst in ieder geval iets in China zal bestellen. Nou, dat is natuurlijk best een moeilijke situatie voor ondernemers. Dus wat moet je dan? Moet je dan dat gaan gebruiken? Moet je er tegen blijven? Moet je ervoor zijn? Moet je samenwerken? Moet je verdedigen? Moet je omarmen? Ik denk dat dat een essentiële vraag is. En langzaam maar zeker, in ieder geval in wat ik zie, komen we toch tot de ontdekking van, oké, het mag dan een bedreiging geweest zijn. Langzaam maar zeker hebben we dat als fysieke ondernemers, ook als winkelcentra, kunnen we dat zeg maar integreren in ons eigen functioneren. En dat gaat met horten en stoten, met allerlei afspraken en soms ook met best wel pijn tussen ondernemers. Maar ik denk dat het goed is om je daar niet meer tegen te doen. De cirkel maar een beetje op eigen initiatief getekend, omdat ik niet al het onderzoek doorgespit heb. Maar conclusie is wel van, oké, het is van oudsher een centrum, dat is het nog steeds. En waarschijnlijk willen jullie dat in de toekomst toch ook wel zijn en blijven. En die klant die vroeger met pijl en boog kwam of als marskramer handel wilde doen, dat is nu allemaal redelijk geïnstitutionaliseerd. En volgens mij ook wel steeds duidelijker aan het worden dat je het één voor je lokale bevolking moet doen. Nou, dat zijn er 27.500, als ik het goed begrepen heb. Plus de omliggende regio. En dat iets van 50-60% van de klanten, de gasten, uit België komen, uit Vlaanderen. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Hoera Hulst. Een ondernemend programma in de gemeente waar je het leven viert. We zijn vanavond bij De Jonkheer, waar ondernemersvereniging Hulst Vestingstad een leuke themaavond heeft over beleving en verrassing in de binnenstad. En daarbij gaat het met name ook over de city outlet. Hè? Al die mooie merken die wellicht naar onze binnenstad komen. We gaan eens even kijken wat de ondernemers ervan vinden. Lopen jullie mee? We zijn aan het genieten van een leuke avond van de ondernemersvereniging. Wat is je indruk tot nu toe? Een goede indruk. En we zitten nu met smart te wachten op de apotheose. Want het gaat natuurlijk wel om dat deze meneer ideeën aandraagt voor de ondernemers in de binnenstad. En is dat idee wat jou betreft ook de city outlet? Het zal natuurlijk een mogelijkheid zijn om dat te kunnen gaan invullen. Want het is een project wat al langere tijd leeft. We hopen dat daarmee de leegstand opgeheven kan worden. Maar ja, je zit een stukje met een aantal verschillende stakeholders die daarin mee moeten gaan denken. En dat zou beslist niet eenvoudig zijn. Nou, maar goed, dat is nog nooit geweest. Dat is half vol. Dat is half vol. Dus in principe positief tegenover de plannen voor de City Outlet. Absoluut, jawel, absoluut. Ja, ja. Jurgen, hoe staat jouw organisatie erin? De City Outlet, zie je daar kansen of een bedreiging in voor Hulst? Dat er iets moet gebeuren is wel duidelijk. Dus, en hoe het zo mooi gezegd werd van als het regent dan druppelt het ook. Dat zal waarschijnlijk ook voor Hulst opgaan, denk ik. Dus wat dat betreft zie je het ook wel. Je bent blij dat er iets gebeurt? Dat er iets gebeurt, ja. Want als er niks gebeurt, wat gaat er dan gebeuren? Nou, Hulst als kern heeft natuurlijk nu een trekkende functie en die moeten we wel gewoon zien vast te houden. Dat is het voornaamste, denk ik. En of het een city outlet is of iets anders, maar er moet iets verzonnen worden waardoor Hulst weer uniek is. Of in ieder geval trekkend is voor de omgeving. Dankjewel voor de reactie. Ja. Ik sta hier bij Paul Rodenburg van BNS Consultants. Door de ondernemersvereniging gevraagd om hier een inspirerend verhaal over brood, spelen, verrassing en belevenis te vertellen. Paul, we staan nu in de pauze. Hè? Je bent net lekker begonnen. Je hebt wat verteld over de historie van Hulst. Over waar we vandaan komen, waar we naartoe moeten. En het onderwerp zeg maar, waar we voor de pauze net stopten was de factory outlet of de city outlet. Je hebt een onderzoek gedaan in Assen. Wat waren de resultaten van dat onderzoek? De conclusie van het onderzoek, en het onderzoek is gebeurd
voor de provincie Drenthe en de gemeente Assen. De conclusie is geweest dat een factory audit centrum wel degelijk realiseerbaar is, maar dat het ook wel effecten kan hebben op ondernemers, met name bedrijven die in directe omgeving zitten. Dus wat we gedaan hebben is eigenlijk een onderzoek uitgevoerd in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking, zo noem je dat. Dat is ook een methode, zeg maar, die de rechter zal hanteren om te toetsen of zo'n outlet gevestigd mag worden, ja of nee. Conclusie was van het zal de ladder doorstaan, dus het zal die procedure doorstaan, maar het zal ook wel enig effect hebben op retail in de omgeving. Aan de andere kant zijn er ook wel voordelen van zo'n outlet aan te tonen. Namelijk dat toerisme en recreatie nog weer een enige positieve stimulans krijgt. En als dat in Drenthe het geval is, druppelt dat natuurlijk ook weer naar de diverse winkelsteden. En dan met name ook Assen. Ja. Dus er zitten wat negatieve, maar ook positieve effecten. Ja, en in het geval van Hulst is er dus sprake van een city outlet. Hè? Dus, ja. Dus niet een groot shoppingcentrum buiten de stad, maar echt in het stadscentrum. Daar zouden de lokale ondernemers toch fantastisch van moeten profiteren, zou je denken? Ik denk dat de lokale ondernemers best kunnen profiteren van een city outlet. Het is wel belangrijk dat je natuurlijk weet wat komt er in die city outlet, omdat het natuurlijk ook wel extra attractie moet gaan leveren. Maar het zal zeker positief zijn als daar een goede trekkracht komt. Hoe meer publiek, hoe beter voor iedereen. Ook voor horecaondernemers. Hè? Dus je praat niet alleen over winkels, maar je praat ook over cultuur, je praat over horeca. De combinatie van die functies. En zo'n binnenstad zal daar plezier van hebben. Ja. Je komt zelf uit Utrecht. Je bent vanmiddag even rondgelopen door Hulst. Wat is jouw indruk van ons mooie stadje? Ik denk dat Hulst, ja, het is natuurlijk een oud vestingstadje. Dat is de kwaliteit. Dat moet je ook koesteren. Dat moet je ook versterken als dat kan. Dat moet je ook goed in de gaten houden. Het is gewoon heel en veilig, zeggen we altijd in het algemeen. Maar je moet ook naar de gebouwde omgeving kijken. Ik heb her en der wel wat leegstaande panden gezien. En een leegstaand pand heeft nu eenmaal als kenmerk dat het niet onderhouden wordt. Dus ook een toerist die hier rondloopt, of iemand zoals ik, die niet heel bekend is met de situatie, zal zeggen van, nou, leuk. Ook aardig dwaalmilieu, kan er een aardig rondje lopen. Maar zo af en toe kom ik tegen plekken aan waar het verbeterd kan worden. Dus er komen zometeen allemaal wereldmerken in. Als daar wereldmerken in zouden komen, zou dat heel mooi zijn. Ik denk dat je daar nog wel goed over na moet denken of en zo ja, wat er dan in zou moeten. Want ook die wereldmerken, als je het zo mag zeggen, die hebben natuurlijk wel hun eisen. En een van de kenmerken van wereldmerken is dat ze wel bij elkaar willen zitten. Ja. En dat is ook eigenlijk wel een reden dat je vaak ook in die factory outlet situaties terechtkomt, zoals bijvoorbeeld in Roermond of in Batavia stad. Maar City Outlet heeft een voorbeeld in Duitsland, Bad Münstereifel, waar wel vaak naar gewezen wordt. Nou, wat zich nog wel moet bewijzen, maar waar wel her en der panden ingevuld zijn met outlets. Dankjewel voor de reactie. Okay. City Outlet. Nou, ik heb het daarnet al even gezegd. Ik ben niet tegen een City Outlet. Alleen, als je met zo'n idee komt, dan had dat eigenlijk eerst veel beter uitgewerkt moeten zijn, zodat je daarmee niet al die individuele ondernemers overvalt, terwijl je nog niet weet of het doorgaat. Bovendien slokt het allemaal energie op, die wij eigenlijk van vinden, dat heb ik tegen het college gezegd, dat die ook gestoken moet worden in andere doorontwikkelingen van de binnenstad, die waarschijnlijk, zeg ik heel eerlijk, haalbaarder zijn. De City Outlet als zodanig staat of valt met het vinden van een hele grote ondernemer die in staat is om topmerken, topwereldmerken aan zich te binden en die dan vervolgens in die City Outlet te laten verkopen hier in Hulst. Nu zeg je, je bent enigszins overvallen door het plan, hè, dat het nog niet ver genoeg is uitgedokterd. Maar ja, we leven nu eenmaal in een tijd waarin agile en snel je plannen toetsen in plaats van ze eerst door te ontwikkelen en dan ben je te laat, zeg maar. Dus ik kan me dat wel instellen dat mensen dat even willen polsen. Wat daar de reacties op zijn. En ik moet zeggen, ik heb een hoop mensen gehoord, die staan er toch wel behoorlijk positief tegenover ook, hoor. Ja, maar ik ben bang dat de informatie die wij als bestuur hebben toch wat verderrijkend is als de informatie die de ondernemer met een winkel in de stad heeft. Die inderdaad zegt van er moet iets gebeuren. Dan komt de gemeente met een city outlet langs. Dan wordt dat eigenlijk gezien als de oplossing voor de toekomst van de stad. Terwijl dat nog helemaal niet onderzocht is. Dus ik zeg ook niet, eerst moet het helemaal klaar, een pan klaar zijn.
Maar het was wel verstandig geweest om eerst onderzoek te doen. Wat al 3 maanden, 4 maanden geleden beloofd is en er nog steeds niet is. En dat er dan ook een betrouwbare partij bij in zee was gegaan. In de vorm van die outletfirma die ondertussen alweer afgehakt heeft. Want daarmee blijft alles een beetje in de lucht hangen. En krijg ik een beetje een onrustig gevoel. Want straks blijkt dus dat het niet doorgaat. En moeten we alsnog op zoek naar een andere oplossing. Steve Jobs heeft de iPad nooit onderzocht en de iPhone ook niet. Maar soms weet je als ondernemer gewoon dat het gewoon goed zit. En dan ga je toch gewoon. Nou, allereerst als ik naar mijn bankrekening kijk, dan ben ik Steve Jobs niet. Als ik naar die grafsteen kijk, ben ik het gelukkig ook nog niet. Ik moet het belang van een hele groep vertegenwoordigen. Allemaal mensen die individueel onvoldoende tijd hebben om erin te duiken. Steve Jobs had toch een beetje de mazzel dat hij de baas van het spul was. Ook al is hij er ook een keer ongenaamd. Nee, maar hij had wel lef. Hij had geen onderzoek nodig. Ja, maar wij hebben ook lef. We hebben in ieder geval het lef om te zeggen van, als je daarmee wil komen, dan moet je met een goed onderlegd verhaal komen. En dan moet je daar ons ook bij betrekken. En dat is ook niet gebeurd. Je gaf net al even aan, hè? De grote speler die in Rosada zit, die is ook bezig met plannen in Gent. Zie je dat echt serieus als een belemmering? Ja, we weten uit onderzoek, en ik vind dat je dat onderzoek echt serieus moet nemen, dat je een omgeving van ongeveer 5 miljoen mensen moet hebben, wil één outlet functioneren. Nou, als je een cirkel met 5 miljoen mensen rondom Rosada trekt, dan kom je al bijna bij Gent uit. En als je die van Gent doet, andersom. En het is de ene dezelfde eigenaar, McArthur Glen. Dus McArthur Glen zal zich kapot vechten om te voorkomen dat daartussenin er nog een keer eentje komt die diezelfde 5 miljoen mensen wil gebruiken om zijn winkel gevuld te krijgen. En dat is heel belangrijk, want McArthur Glen is de topafnemer van alle wereldmerken in heel de wereld. Wat is het alternatief? Het alternatief hebben wij in de tijd aangeboden, al in 2014. En dat is eigenlijk dat je naar het gebied van de Bierkaai moet kijken. En dat de gemeente samen met ondernemers en samen met inwoners moet kijken naar wat voor een nieuwe functie de bierkaart kan krijgen. Want winkels zullen daar nooit meer komen. En als je dat dan uitgevogeld hebt, dan zou je dat kunnen, met name toeristisch kunnen ontwikkelen. En daar hebben wij uitgewerkte plannen van bij het college neergelegd. En daar wordt niet mee doorgegaan. Dat mag. Ik bedoel, het college is zelfstandig en bevoegd en weet ik wat allemaal. Maar om dan iets wat daar waarschijnlijk veel haalbaarder zou zijn om te doen, in te ruilen tegenover een plan wat voorlopig een beetje in de lucht hangt, dat doet wel zeer. De hoeveelheid mensen die erdoor getrokken wordt en die dan een auto kwijt willen en per definitie gratis kwijt willen, want dat hoort bij een outlet, dan hebben we een ander probleem op te lossen. En zoals ik dan zie. Maar dat is een luxe probleem. Nou, voor de gemeente niet, want als de gemeente het parkeren in de binnenstad gratis moet maken, we hebben dat goed uitgerekend, dan raken ze per jaar 800.000 euro kwijt. Dat kunnen ze niet missen. Nee, dat weet ik. Maar ik denk niet dat we, mochten er inderdaad 2 of 3 miljoen bezoekers extra door zijn uitlet komen, dan vrijzen ze natuurlijk gewoon op de weilanden hiernaast komen allerlei ondernemers die een parkeerbedrijf gaan beginnen, toch? Ja, wij zijn langzamerhand van mening dat het aantal parkeerplaatsen wat Hulst nu aanbiedt alweer vanwege de aantrekkende economie aan de krappe kant is. Het kan nog. Maar ik denk wel dat binnen afzienbare tijd er aan de buitenkant van de stad nog 1 of 2 parkeerterreinen bij moeten komen. Ongeacht waarom. Dus als er een outlet komt of ons plan is interessant of een ander komt met een volgend plan. Die consequenties zitten wel in. Alleen de gemeente moet dan wel, daar kunnen wij niet in doen natuurlijk, een besluit nemen over hoe lang houden we betaald parkeren nog vol. Want veel van de ontwikkelingen, ik weet dat er bijvoorbeeld bedrijven wel met een winkel aan de Bierkaai hadden willen zitten. Maar al onder de voorwaarden betaald parkeren afschaffen. Ja, dat gaat dus niet gebeuren. Ja, het is toch een soort boete voor je bezoekers en dat is toch, blijft vreemd. Ja, kijk, een klein bedrag betalen vinden de meeste mensen niet erg. De tarieven die wij hanteren zijn bepaald niet die van de Randstad, maar worden in onze regio en ook in Vlaanderen wel aan de hoge kant ingeschat. Daarnaast denk ik, wat veel mensen toch, als ze dan toch de discussie over parkeren hebben, als behoorlijk irritant ervaren, is dat je gewoon, er is gewoon, je staat 2 minuten zonder bonnetje en je hebt meteen een prent te pakken. Nou, gelukkig is dat iets langer. Maar ik weet ook inderdaad van mensen die naar de automaat lopen en achter hun rug om al zien dat er naar hun auto gekeken wordt. En dan word je wel een beetje zenuwachtig van. Nou, wij hebben gezegd, dus dat mag ook vriendelijker. Ja. Nou, ik denk dat de parkeerbeambten een soort van cursus klantvriendelijkheid zouden moeten volgen. Maar ook dat het systeem wat zij moeten uitoefenen, kun je ze ook niet verwijten, dat aan zich ook al klantvriendelijker kan. Waarom niet het eerste 1/2 uur gratis parkeren? Ik noem maar iets. Lijkt mij uitstekend plan. Waarom niet als je een bon krijgt zeggen van, je krijgt de eerste keer een waarschuwing, we hebben wel je nummer genoteerd, de volgende keer hang je.
dan komt dat al heel anders over bij iemand dan wanneer er gelijk iets van 60 euro onder je ruitenwissel zit. Ja, ben ik het helemaal mee eens. En hogere bedragen. Hey, dankjewel, gefeliciteerd met de succesvolle avond. Ja. En we zijn benieuwd wat eruit komt. We nodigen van harte uit in juni, want dan hebben we weer zo'n avond. Ik ben er graag bij. Okay. Dankjewel. Ben Piekervip, horeca ondernemer. Ja. Nou, we hebben een interessante discussie over de mogelijke komst van een city outlet in Hulst. Hoe sta je er tegenover? Nou, ik ben er eigenlijk wel voorstander van. Want ik denk dat dus een city outlet toch, vooral ook omdat in België nog niet zo erg bekend is, toch heel wat meer mensen naar onze kern zou kunnen trekken. Dus ik ben er eigenlijk voorstander van. En we horen af en toe misschien ook kritisch geluid. Hè? Het zou voor de lokale ondernemers niet heel erg goed zijn. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ik denk als je dus meer mensen zou trekken met zo'n city outlet, dan is het aan de ondernemer die in Hulst zit om te zeggen van nou, zun verkopen dat, dan verkoop ik dat. Want ja, aangezien als je dus meer bezoekers gaat krijgen, krijg je ook meer de mogelijkheid om extra om te zetten. Dus je verwacht ook wel dat bestaande ondernemers dat die even goed gaan nadenken over hun bestaande concept en dat daar misschien ook wel kansen voor innovatie liggen? Ja, ik denk dat er heel veel mogelijkheden liggen. Ja. En voor jezelf, stel dat het over 3 jaar gerealiseerd is, die outlet, wat betekent dat? Nou, voor ons natuurlijk als horeca is natuurlijk sowieso, als er meer bezoekers komen, hebben wij meer mogelijkheden om te zetten. Dus wij zijn er alleen maar heel erg blij mee. Die bakkerslagen groenteboer die in de jaren 90 bij elkaar kwamen, een vershof realiseerden, een centrale kassa gingen beheren en na 3 tot 12 maanden met elkaar een ruzie kregen, omdat ze elkaar niet konden vertrouwen op die kassa. Want uiteindelijk gaat het allemaal om dat geld aan de ene kant en om vertrouwen aan de andere kant.